Natuurlijk lees ik ook nu nog wel eens een strip van Asterix de Gallier. Maar tegenwoordig lees ik ook heel graag de Detectives van Steven Saylor. Romeinse verhalen die zo goed geschreven zijn dat je het geschreeuw op het forum bijna hoort, de hete stoom van het badhuis voelt en de scherpe geur van vissaus ruikt. Dat dagelijks leven ervaar je nu ook in Leiden, in het Rijksmuseum van Oudheden op de tentoonstelling Casa Romana. Geen redenaars, centurions en gladiatoren dus ditmaal. Casa Romana is het Romeinse woonhuis waar mensen eten en slapen, cliënten ontvangen in een atrium vol beelden van hun voorouders, boekrollen lezen in de bibliotheek, zich mooi maken, spelen en vrijen, waar de kinderen hun speelgoed laten slingeren, waar de slaven als volwaardige leden van de familie hun rol hebben en waar ratten rondsnuffelen in de keuken. In Leiden volg je een dag in het leven van de Romein, van ochtend tot slapen gaan. In een prachtig ruimtelijk ontwerp van Lies Willers is behalve een enorme hoeveelheid Romeinse voorwerpen ook moderner design te zien. Hedendaagse vazen, geïnspireerd door antieke voorbeelden. Jurken in de 19e eeuwse ampierstijl die voortborduurt op mode uit de oudheid. Een levensgrote print van schilder Alma Tadema op een achterwand en op de ramen half doorschijnende foto's van Romeins aandoende tuinen van Piet Oudolf. De waakhond is een requisiet van de Nationale Opera uit A Dog's Heart en kijkt de bezoeker dreigend aan. In de keuken liggen antieke recepten om mee te nemen, maar tja, waar vind je die gestoofde flamingo waar deze saus bij hoort? Het mooie aan deze tentoonstelling is dat je hem op vele manieren kunt bekijken. Zit je al goed in je Romeinenkennis, dan kun je heel studieus al die voorwerpjes gaan bekijken. Kwam je tot nu toe niet verder dan rare jongens die Romeinen, dan krijg je nu een ander beeld dan de eeuwige soldaten in hun legerplaatsen. En laat je je liever meenemen in een goed verhaal, dan volg je de audiotour. Geen droge beschrijving, maar een spannend hoorspel. En dat klinkt ongeveer zo. Als alle flesjes en potjes netjes zijn weggezet en de slavinnen mijn kamer weer hebben verlaten, gris ik een stukje papyrus tevoorschijn en krabbel er slordig twee zinnen op. Dit moet genoeg zijn. En laat me verder met rust. Daarna neem ik de ketting weer van mijn hals en leg hem met trillende vingers samen met het stuk papyrus in een doosje. Casa Romana. Een tentoonstelling waar veel partijen aan hebben meegewerkt. Van het Limburgs Museum in Venlo tot de Vaticaanse musea. Maar bijvoorbeeld ook de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Casa Romana, Rijksmuseum van Oudheden, in Leiden. Te zien tot en met 17 september 2017. Veel plezier.